En we gaan door Allah Ta'ala met al-fiqh. We zijn gekomen bij de derde deel, het hoofdstuk vasten. En we gaan het hebben vandaag over aangeraden en afgeraden zaken betreft het vasten. Aangeraden en afgeraden zaken met betrekking tot het vasten. En dit deel betreft twee kwesties. De eerste kwestie zijn de aangeraden zaken betreft het vasten. Het eerste, dat is hoor de profeet sallallahu alayhi wa sallam zijn overleving. Tasaharu fa inna fi sahuri baraka. En nuttig iets in de, of aan het einde van de nacht. Tasaharu fa inna fi sahuri baraka. Want daarin, of in dat maaltijd is een zegen. En die maaltijd is een zegen. En de zegen, dat wordt bewerkstelligd met veel en weinig eten. En de tijd, en die aanvang van middernacht tot de ochtendschemering. Tot al-fajr. Het beste wat je kan nemen, dat is... je kan alles nemen, zoals ik heb gezegd. Maar het beste wat je kan nemen, dat is een dadel. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei... ni'ma sahuri al-mu'min amru. En het is dus aangeraden, het bordelde de leer van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, dat men dus niet moet laten. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, sahuru aklatun baraka, fala tada'uh. Dat ochtendmaaltijd, of maaltijd aan het einde van de nacht, en daar is een gezegende maaltijd, dus laat het niet aan. Sahuru aklatun baraka, fala tada'uh. Walau an yajra ahad ولو يجرى أحدكم جرعة من ماء. En al is het met een slokje water. Ook al is het met een slokje water. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala al-mutasahhirin. Waarlijk, Allah subhanahu wa ta'ala en zijn engelen bidden voor deze personen die maaltijd nuttigen aan het einde van de nacht. Oftewel, ze verrichten voor hun. Oftewel dat Allah subhanahu wa ta'ala zijn dienaren prijst. En dat de engelen vergeving vragen voor deze dienaren. Dus dit is het eerste. Dat je dus maaltijd nuttigt aan het einde van de nacht. En de tweede aangeraden zaak, dat is het uitstellen van sahur. Het uitstellen van sahur. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, of in overlevering van Zayd ibn Thabit, die zei, tasaharna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, thumma qumna ila salah. Wij nuttigden een maaltijd met de profeet, sallallahu alayhi wa sallam. Vervolgens begonnen wij met het gebed. We hebben gezegd hoeveel tijd was daar tussen. En Zayd ibn Thabit antwoordde 50 verzen. Wat inhoudt dat de tijdsbestek tussen het nuttigen van de maaltijd aan het einde van de nacht en het verrichten van het gebed, dat een hele korte tijdsbestek was. En het resteren van 50 verzen. Ongeveer een kwartier of 20 minuten. De derde aangeraden zaak is het bespoedigen van het breken van het vasten. Andersom, het verbreken van het vasten bespoedigen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Ja, je zal een nasu bi khair ma'ajjalu al-fitr. De mensen zullen nog in het goede blijven verkeren zolang zij het verbreken van het vasten bespoedigen. Dat houdt in dat men zich nog houdt aan de leer van de profeet sallallahu. Dit is een kenmerk dat de mensen houden aan de leer van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En je ziet hier en daar dat mensen, moslims, zich hier niet aan houden. Ze willen vaak bewust 5 minuten erbij, dan zeggen ze van voor de zekerheid. Maar als het is vastgesteld, het is bevestigd, en de zon nu onder, dan dient men gelijk zijn vasten te verbreken. En niet te wachten of zekerheid hierin te tellen. En dat is wat indrijft de leer van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ook op de leer van de profeet sallallahu alayhi wa sallam hoort, is het verbreken van het vasten met rotab. Zoals jullie weten, voordat het de vrucht, de dadel wordt genoemd, hoe wij die kennen, zijn er fases. Het wordt eerst heel hard, net als een appel. En dat noemen ze belleg. Vervolgens wordt het rotab. Dan wordt het heel, nattig, heel vochtig. Het is heel sappig. Dan noemen ze het rotab. En als het begint op te drogen, als het een beetje droog is, dan wordt het kleiner, rimpels. Dan noemen ze het tammer. Dat is hoe wij vandaag de dag de dadel kennen.
overlevering staat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, yuftiru ala rutubatin qabla an yusalliya. In lam takun rutubat, ala tamarat. In lam takun hasawatin min ma. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam verbrak zijn vaste met rutab. Als dat niet aanwezig was, dan met dados. Als dat niet aanwezig was, dan gewoon met slokken water, slokjes water. En als er niets is om te nuttigen, om je vaste mee te verbreken, dan is het nemen van de intentie meer dan voldoende. En het valt te betreuren om te zeggen dat er vandaag de dag landen zijn waarin moslims niets hebben om het vaste te verbreken. En ook is het goed om onenige aantallen te nemen. Dus 1, rotab, of 2, of 3, of 5. Ik wil niet zeggen 7, misschien van het goede. Maar dat kan ook. En even terzijde, het is niet onze specialiteit, maar het is niet de bedoeling natuurlijk dat je je buik helemaal vol gaat maken. Het vaste, je moet de honger voelen. Het maakt jou sterker, het maakt de duivel zwakker. Dus blijf dat ook aanhouden. En hoe meer jij eet, hoe sterker of jouw lusten zullen worden. En ook jouw duivel. Dus pas daarmee op. En ook in de geneeskunde zien ze het niet als vast. Als je heel veel nuttigt bij het verbreken van het vast. Je nuttigt heel veel, dat zien zij ook niet als vast. Als iets gezonds voor jou liggen. Uiteindelijk, dat alles betalen over de wijsheid achter het vaste. Zijn er vele. Maar een van die zaken is dat je natuurlijk je lichaam sterker maakt. En je lichaam kan je niet sterker maken als je geest niet sterker maakt. Diegenen die gebruikelijk vasten, die zien dat in hunzelf terug. Het maakt je lichamelijk, zowel lichamelijk en geestelijk sterk. Vijfde, de aangeraden zaken. Het verrichten van smeekbedes tijdens het vasten. Het verrichten van smeekbedes tijdens het vasten. En ook bij het verbreken van het vast. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, overlevering, drie personen en smeekbedes wordt altijd verhoord. Een vastende, of dus drie personen van wie de smeekbede altijd wordt verhoord. De eerste, een vastende totdat hij zijn vaste verbreekt. En een rechtvaardige leider. En een persoon, mazloom, die onrecht is aangedaan. Dus maak daar gebruik van. En ook als je vaste verbreekt. En zijn er ook, is ook een overlever, is er ook een dua die kan zeggen. De dorst is weg en de aderen zijn weer bevochtigd. En inshallah ta'ala is de beloning vastgesteld. Wat ook aangeraden is het vermeerderen van liefdadigheden. Het reciteren van de Koran. En het voeden van een vastende. Wanneer het bij zonsondergang overige maakt. Ibn Abbas radiallahu anhu zei: Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ajwadu nasi bil khair. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli leilatin min Ramadan. Yudarisuhu al Koran. Wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hina yalqahu Jibril. Ajwad bil khair min ar-rih al-mursala. Wat toch voor inhoud de overlevering was geen. De profeet sallallahu was de meest gulle persoon. Of de meest vrijgevige persoon. En hij, de profeet sallallahu was de meest vrijgevige in de Ramadan. Wanneer Jibril alayhi salam bij hem neerdaalde. En Jibril alayhi salam ontmoette de profeet sallallahu elke nacht van de Ramadan. En onderwijst hem de Koran. Gedurende deze periode was de profeet sallallahu guller. Guller dan de wind, zo mag vertalen. Zijn vrijgevigheid, zijn gulheid, dat was wijd verspreid. Het bereikte hele mens in het westen, oosten, noorden, zuiden. Zevende aangeraden zaak, dat is het inspannen met de nachtelijke gebeden. Voor de nachtelijke gebeden. Inspannen voor de nachtelijke gebeden en in het bijzonder de laatste 10 dagen van de Ramadan. En in overlevering staat, kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al-ashru قدم إزاره وحيا ليله وأيقظ أهله. Ongeveer inhoud, wanneer de laatste 10 dagen in bereik zijn, dan spande de profeet sallallahu alayhi wa sallam zich enorm in met de aanbiddingen en herleefde de nachten en maakte zijn gezin wakker. Wat ook aangeraden is, al-umrah.
profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. De umra in de Ramadan is gelijk aan een bedevaart. Het is een kans die je moet grijpen. Als je hajj hebt verricht, dan is het sterk aangeraden om de umra te verrichten tijdens de Ramadan. Het is niet makkelijker dan de hajj. De beloning is enorm. En de laatste, de uitspraak, de negende, de uitspraak, ik ben vastende. Wanneer je lastig gevallen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, Ida kana yawmu sawmi ahadikum, la yarfuth, wa la yaschab, in sabbahu ahadun, au qatalahu, fa yaqul inni mru'un sa'im. Wanneer iemand van jullie op een dag aan het vasten is, dan zegt hij geen slechte uitspraken, hij schreeuwt niet. En als iemand hem beledigt, of met hem vecht, dan zegt hij, voorwaar, ik ben een vastende. En dit vergt natuurlijk veel geduld. Als iemand jou niet zwaar beledigt of met jou wil vechten, jou duwt. En dat je dan alsnog zegt van, ik ben vastende. Dat is de eerste kwestie. En de tweede kwestie, en de laatste, ook de laatste, zijn de afgeraden zaken. Afgeraden zaken of zaken die ook eventueel niet het vaste kunnen verbreken. En het eerste, afgeraden zaken of zaken die het vaste kunnen verbreken. En het overdrijven. In mond en neuspoeling. Het overdrijven in mond en neuspoeling. Dit uit vrees, niet dat het de keel zal bereiken. Van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zijn overlevering. Overdrijf in de neuspoeling, behalve als je aan het vasten bent. Maar wat we hieruit kunnen leren, is het wanneer je dus de kleine wassing doet, de wudu doet, dat je moet overdrijven en doen van istinshaq, het doen van neuspoeling. Behalve als je aan het vasten bent, dan die je voorzichtig ermee om te gaan. Oppassen dat het niet je keel gaat bereiken, het water. De tweede afgeraden zaak is een kus. Het is afgeraden om je vrouw aan te raken of te kussen. En je vrees hebt dat daarmee de lusten worden opgewekt. En dat niet die gevoelens niet kan bedwingen. Dat het uiteindelijk kan leiden tot het hebben van een gemeenschap. Of zelf dat er orgasme plaats kan vinden. Maar wanneer een persoon zijn lusten kan bedwingen, dan is het niet afgeraden. Er is daar dan niets mis mee. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, die kuste zijn vrouwen. Tijdens het vast overlevering staat, kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sa'imun. Kana nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sa'imun. De profeet, sallallahu alayhi wa sallam, kuste en raakte zijn vrouwen aan tijdens het vast. Wa kana amlakakum li'irbih. En hij was, er is geen persoon die meer zijn lusten kan bedwingen dan hij. Hier ook uit kunnen leren dat het dus niet toegestaan is om je vrouw aan te staren of aan gemeenschap te denken. En wat ervoor kan zorgen dat er een orgasme plaats kan vinden. Of zelfs kan leiden tot gemeenschap of zelf zelfbevrediging. Het derde waar men ook voor moet oppassen, dat is het inslikken van slijm. Wanneer slijm is gevormd, moet men oppassen en dat hij dat niet door gaat slikken. Naast het feit dat het vast en zeker schadelijk is voor je, dus oppassen dat men zijn slijm niet doorslikt tijdens het vast. Want dat verbreekt je vast. En dit naast het feit dat het vies en schadelijk is. En de vierde, onnodig proeven van eten. Onnodig proeven van eten. Maar indien het nodig is, er is daar behoefte naar, zoals een kok, kijk of het lekker smaakt, of het zout of genoeg zout in is, dan is daar geen problemen mee om het te proeven. En vervolgens ook uit te spuug. Dit kan je precies vergelijken wanneer men het wudu doet, dus de mondspoeling of de neuspoeling doet. Hij doet het erin en hij spuugt het en hij niest het weer eruit. Hij spuugt het of niest het weer eruit. Dus hier is geen problemen mee. En voornamelijk de boodschap aan de moeders, veel broeders die ook koken. Meestal zijn het de moeders. Om gewoon het eten te proeven, want daar is helemaal niets mis mee. En wel natuurlijk de rijtjespoeg als het heeft geproefd. Oppassen dat het niet doorslikt. Zijn er vragen? Dit was het laatste. Nee. Dat, daarover, de slijm die meestal vanuit de luchtwegen of de slokdarm komt, of zelfs vanuit de hersenen soms, dat er ook bepaalde slijmen
naar beneden komt. En dan dient men niet door te slikken. Of via de neus ook. Dat het via de, soms komt het ook via de neus zo'n slijm. Dus oppassen dat je niet, dat niet de keelgat bereikt. Dat moet dus gewoon eruit geniest of gespuugd worden. Dus het is naast, we hebben het niet over de speeks of de spuug. Dat is iets wat je niet kan bedwingen. Dat is iets, kan niet bij stilstaan. Dat kan je wel doorslikken. Maar niet de slijm. Dat, we hebben het over iets wat je echt voelt, dik is. Dat is anders dan spuug. Vragen zijn, beste broeders. Het was heel duidelijk. Vaak kwesties over het vasten. Het is vaak zijn het bekende kwesties. Behalve dat het een, voor jullie of voor de meeste moslims een reminder is. Dus het is al heel veel bekend hierover. Duidelijk in Shalatayla. Dan gaan we het hierbij afsluiten. Tenzij jullie nog les willen hebben over het erfrecht. Maar we kunnen doorgaan, maar ik denk niet dat het niet de juiste moment is om... Oké, er is ook geen gastfornuis. Je komt ook niet eerder...